unieke situaties en niet alledaagse beelden. U ziet het bij Niveau TV Magazine. Ja, goedemiddag. Welkom bij deze uitzending van Niveau TV Magazine. Ik sta hier naast Petrus Cregoe, de stichter van de fabriek waar we dadelijk een bezoek aan brengen. NV Koninklijke Sphinx. Waarom gaan we daar naartoe? Zoals u weet, de Sphinx gaat verhuizen. Die gaat naar de andere kant van de stad. Die liggen nu midden in de stad. Dit terrein wordt ontwikkeld, stadsontwikkeling. Maar de Sphinx heeft vroeger buiten sanitair, zoals u dat kent, gemaakt, ook een heleboel aardewerk gemaakt. Echte mooie, antieke, inmiddels koppen en schotels en serviezen. Daar zijn moedervormen van. Moelen heet dat. Die moelen die zijn hier bij de Sphinx nog altijd op voorraad, maar die moeten nou verhuizen. Die moeten uitgezocht worden. Dat is niet gebeurd op het ceramiekterrein. Daar waar nu het ceramiekterrein is, lag vroeger ook een aardewerkfabriek van de Sphinx. Daar zijn 10.000 moelen, originele vormen, verdwenen, vernietigd. Dat is heel erg jammer. Een cultureel erfgoed zou ik bijna zeggen. Hier bij de Sphinx hebben ze nu begrepen dat dat bewaard moet blijven. En wij gaan eens even kijken hoe ze dat zien. Dit is wat nou straks allemaal afgebroken gaat worden. Althans, het grootste gedeelte, misschien dat hier wel appartementen komen. Maar dat is bommenvol met oude materialen. Die straks allemaal weggevoerd moeten worden. Als je weet, doe ik heel veel fotografie van Sphinx. Dit zijn allemaal oude series. Ik herken ze vanuit de studio. Ik heb al die series zoals hier liggen, al een keer voor de lens. Die bestaan niet meer, die series. En wat over is, wordt dan hier zo lang geparkeerd tot de dood ons scheidt. Dit is nou eens even een heel mooi voorbeeld van waar we over praten. Dit is dus een model wat gemaakt is naar een tekening, een ontwerp van een ontwerper van aardewerk, ja. Zoals Belvoir bijvoorbeeld. Ja. Dit is meneer Jean Villevoix en die heeft daar nog mee gewerkt. Die weet wat het hele productieproces inhoudt om zo'n ding daadwerkelijk dadelijk in je kast te kunnen zetten. Vertel eens, Jean. Dus dat wordt helemaal met de hand gemaakt. Ja. En dat curve, dat is natuurlijk zeer interessant, want dat wordt stukje voor stukje wordt er een stuk van gemaakt en dan wordt het erop gelegd en wordt het gegoten. Dat dat heel keurig ingehouden wordt. Op een stukje van stukje wordt dat gedaan. Dat is een enorm vakwerk voor de modelmaker. Kan, ja. Maar dan heb je dit, dan heb je nog niks, want dat is één blok gips. Kan. Dan moet je hier iets omheen en dan maken. En wordt er een originaal op gemaakt. Dat heet een originaal. Dat hier wat je hier ziet, ja. Dat was de dikte van de pot. Dat is de dikte van de pot. Dat is de dikte van de pot. Ja, waar is dat? Want hier zat zich natuurlijk een klei op vast. Oké, okay, ja, ik begrijp. Ik heb een melkkannetje gevonden. Ja. Daar zit wel wat heel speciaals in. Ja, er zijn de ramen altijd open geweest. Voor, deksel, soepterien, tournee. Het zat hier aan het doen. En dat is dan van onze oude koningin of van Emma? Ik denk dat het allemaal van Wilhelmina is. Of van Wilhelmina zelfs. Ja. Oké, okay, ja, hier is allemaal En daarvan. Dat werd alleen gemaakt, dat was voor hun gemaakt. En het gevolg daarvan was, als er ieder jaar een of ander groot feest geweest was. Dan werd er weer met de borden gegooid. En dan moesten hier nieuwe gemaakt worden. Ja, standmodel dessertbord. Ja, kijk, hier hadden ze de lekkere toetjes van. Ja. Kijk hier, geweldig. Meneer Saad wil ik eens even gaan vragen, want die heeft een heel andere functie, meneer Saad. Ja. Hier zit hij als verzamelaar. Dat is niet anders dan iemand wat hij altijd. Secretaris van de Vereniging Maastrichtse Eerderwerk. Maastrichtse Eerderwerk. En hier zit dus op zoek naar de schatten in de verzamel. Verkieken dus in ieder geval hij binnen die hele rommel, zal ik zeggen. Ook naar speciaal dingen. Hè. Heb je al gevonden in die? Jazeker. De bekende beelden van Charles Vos bijvoorbeeld. Daar zijn er verschillende van gevonden. Er is het Heilig Hart van gevonden. Daar is de eerste kust van Charles gevonden. Charles Vos is dus een hele beroemde De grizzlybeer van gevonden. Daar ligt ook Want, weer een. Volgens mij heb je die namelijk ook als. Ik heb ze ook in mijn eigen verzameling. In haar eigen verzameling zitten. Ja. Dus wel leuk dat ze dan het origineel. Ja, dat is dan inderdaad. Ja. Heb je hem bij de hand? Nee. Wat het, de moel zet of de moel voor ons zet. En het origineel heb je toes. Ja, dat is toes. Ja, dan neem je een idee van mij. Dat
Maar hier zit hij nu al een paar weken. Anderhalve week. Anderhalve week aan het stofzuigen. Ja. Hoeveel kilo's heb je er al van afgezogen? Dat is niet te tellen. Ja, het is wel heel leuk. Kijk, de kant is ook gedateerd. Neesjes, ik kan geen bal meer zien. En natuurlijk, zoals gezegd, ik ben op zoek naar MVV, maar niet hier in de geuzel. Er is niks veranderd. Treurspel in de geuzel. Dat werd vroeger door één man gemaakt. Ja, dan moest de moeder in maken. Dat is dus niet te tillen. Nee. Dat is het werk wat hier vroeger gebeurde. Ja. En wat allemaal dreigde verloren te gaan. Ik ben blij dat wij het in ieder geval nog gezien hebben met Niveau TV Magazine. U was erbij. En wederom een cultureel erfgoed bewaard gebleven. Bedankt voor het kijken. Tot ziens. Unieke situaties en niet alledaagse beelden. U ziet het bij Niveau TV Magazine.